op Sportpark Zuid. De treffers in het rood-zwart tegen Rijnsburgse Boys. En Rijnsburgse Boys is in vorm al weken. Hier via de linkerkant een gevaarlijke voorzet van Tillema. En die gaat er meteen in. 0-1 voor Rijnsburgse Boys. En dat dan na 3 minuten spelen. Het is Donny van Ooyen die het afmaakt. Kinderlijk eenvoudig. Met Tillema. Die ziet dat Cornelis uit zijn goal is. En het doelpunt is dan via de benen van Ooyen makkelijk te maken. De treffers moet van zich afbijten. Al in de openingsfase. Corner van Riel. Balkenstein en het is 1-1. Een leuke openingsfase op Sportpark Zuid. Want de Groesbekers komen terug in de wedstrijd. En hebben dat ook hard nodig. De negatieve spiraal waar ze in verkeren. Rijnsburgse Boys na die 1-1. In de aanval. Met Jongenelen en Goeman. Goeman gaat kermend van de pijn naar de grond, maar mag door. Jongenelen. Het is ook voordeel voor Rijnsburgse Boys. Jongenelen, zo kan het ook. Wonderschoon. Jongenelen bezorgt Rijnsburgse Boys 7 minuten voor rust. De 1-2 voorsprong. Terwijl het onverminderd hard blijft regenen. In Groesbeek. In de tweede helft. Rijnsburgse Boys. Tillema tegen de paal. En in de rebound het weghalen van Riel. Goede kans, goede start ook van Rijnsburgse Boys in de openingsfase. Waar het in de eerste helft eigenlijk de treffers was dat het betere van het spel had. Nu Rijnsburgse Boys, de betere ploeg. Goede paas op Jongenelen. Heeft Elting bij zich. Trekt naar binnen, mooie kapbeweging. Jongenelen voorzet richting de tweede paal en die wordt prachtig binnengewerkt. De tweede van de avond voor Donny van Ooyen. Jongenelen met de voorzet. Prachtig afgemaakt. Een halve omhaal. Feest voor Rijnsburgse Boys. De teleurstelling in Groesbeek. Want ze blijven onderaan bungelen in de tweede divisie.